De 12e eeuw is een periode van dynamische vernieuwing en bloei in velerlei domeinen. Tot dan toe was vooral het Latijn als cultuurtaal dominant. Nu wordt voor het eerst ook de volkstaal belangrijk. Het Oud-Franse woord Romans, waarvan ons woord Roman is afgeleid, betekent niets anders dan een boek in de volkstaal, het Romaans. De eigenlijke dragers van de cultuur zijn in die tijd de clerici, geleerde geestelijke, die goed bekend zijn met de Latijnse kanonteksten uit de oudheid. Ze zijn niet noodzakelijk priester of monnik, maar werkten vaak aan wereldlijke hoven. Zo iemand was Chrétien de Troyes, de meest invloedrijke dichter van zijn tijd. Hij schreef in de laatste decennia van de 12e eeuw. In het Frans een indrukwekkend oeuvre bij elkaar. Concrete gegevens over zijn leven en carrière hebben we echter nauwelijks. De schaarse gegevens die we kennen moeten we afleiden uit zijn werk. Chrétien schreef omstreeks 1170 zijn eerste roman over Arthur en zijn ridders. Niet het koningschap van Arthur staat er centraal. Maar de liefdesproblemen van de Ronde Tafelridder Erek en zijn geliefde Enide. Zij worstelen enerzijds met hun gevoelens voor elkaar en anderzijds met hun maatschappelijke verantwoordelijkheden binnen de hoofse Arthurgemeenschap. Chrétien meldt in zijn proloog van zijn roman dat hij zich gebaseerd heeft op mondelinge Keltische verhalen die inmiddels intensief circuleerden in heel Europa. In de kathedraal van Otranto in Zuid-Italië verschijnt koning Arthur bijvoorbeeld in een prachtige vloermozaïek uit het begin van de 12e eeuw. En in het noordportaal van de kathedraal van Modena in Midden-Italië wordt een belegeringsscène uitgebeeld met Artus de Britannia en enkele van zijn latere tafelronde ridders. Chrétien vertelt in de proloog ook dat hij niet onder de indruk is van de manier waarop de Keltische vertellers van het verhaal over Erek te werk gaan. Ze hakken het verhaal in stukjes en vertellen het niet in de goede volgorde. Hij zelf wil het verhaal een fijnzinnige structuur en een diepere betekenis schenken. Chrétien's Erek en Enide wordt inderdaad een schitterend werk over liefde en avontuur. Vol fantasie, spanning en fictieve elementen. Op zijn kweesten, zijn heldhaftige zoektocht, komt Irek in een avonturenwoud terecht met een mysterieus wit hert. Ontmoet hij een dwergenkoning, vervaarlijke reuzen en valse edelen. Chrétien is een echte vakman en hij profileert zichzelf ook als een autoriteit. En daarmee staat een nieuw type auteur op. De zelfbewuste schrijver van pure fictie, die ten opzichte van zijn verhaalstof een soevereine positie inneemt en heer en meester is over de lotgevallen van zijn personages. Zo bezien is Chrétien de Troyes niet alleen de founding father van de Arthur-roman, maar eigenlijk ook van de hele Europese romantraditie. Chrétien de Troyes schreef zijn laatste werk, Perceval of de Comte du Graal, voor Philips van de Elzas, graaf van Vlaanderen... die het gravensteen, een stadskasteel in Gent, liet bouwen. Chrétien stierf vermoedelijk tijdens het schrijfproces rond 1190... en liet zijn roman met toch al meer dan 9000 versen onvoltooid. In tegenstelling tot zijn eerdere romans... start de handeling niet aan het Hof van Koning Arthur... Maar in het woud. Ver van de hoofse wereld groeit daar een wereldvreemde, wilde jongen op die ridder wil worden. Met vallen en opstaan ontdekt hij tijdens een moeizame kweesten de diepste zin van de hoofse levenshouding. Zo wordt hij als het ware de gelijke van Gauvin, de neef van koning Arthur en het toonbeeld van verfijnde hoofdsheid. Maar Perceval zo blijkt de jongen later te heten, is voor iets hogers bestemd. Hij kiest voor een nieuw, spiritueel, christelijk ridderideaal, gesymboliseerd door de mysterieuze graal. Wat de graal precies is, wordt niet helemaal duidelijk. Voor een deel komt dat door het onvoltooide karakter van het werk. Maar het heeft ook te maken met Chrétiens verraadselende verteltechniek. In een aristocratisch milieu was un graal namelijk een heel normaal keukenvoorwerp. Een schaal om vis op te serveren. Maar Chrétien houdt de spanning erin en stelt dat de graal een zeer heilige zaak is. Perceval vraagt als hij in de graalburgt is niets over het mysterieuze voorwerp en maakt daarmee een cruciale fout. Toch lijkt hij op weg naar een ridderideaal dat het hoofdse overstijgt. Het laatste wat we over hem vernemen, is dat hij op Goede Vrijdag aanbelandt bij een kluizenaar, die hem duidelijk maakt dat hij moet boeten voor zijn zonde. De suggestie wordt gewekt dat hij de graal uiteindelijk zal vinden. Kretiaans invloed was bijzonder groot. Vele latere auteurs haalden voor hun verhalen inspiratie uit zijn werk. Vooral de Lancelot en de Perceval zullen in het begin van de 13e eeuw de aanzet vormen voor de immens populaire Lancelot en Proze. Een monumentale trilogie bestaande uit de Lancelot en Proze met de Lancelot propre, de Quête del Saint Graal en de Mort le Roi Hierin worden de opgang, de bloei en de ondergang van Arthus Rijk opnieuw in een historisch perspectief geplaatst. En via talloze in elkaar gestrengelde avonturen verteld.